Yo mensen, in deze video ga ik uitleggen hoe je het beste kan leren en heel makkelijk hoge cijfers kan halen. En dit vertelt geen één docent, dus laten we snel beginnen. Ja, eerst over mezelf, want dat is misschien belangrijk om even te laten weten. Ik heb mijn VWO afgerond. Ik heb mijn pieken en dalen gehad. Ik had momenten waarbij ik niet zo'n goede cijfers had. Bijvoorbeeld voor scheikunde had ik een 3 ooit gehaald en een 5 en zo. Dus uiteindelijk heb ik het opgebouwd en was het mijn beste cijfer ooit. Zeg maar aan het eind van de examens. Dus ik ga jullie in deze video uitleggen hoe jij dit kan veranderen en hoe jij betere cijfers kan halen. Want waarschijnlijk, als je op deze video hebt geklikt, wil jij weten hoe je hoge cijfers gaat halen. Dus ja, laten we snel beginnen. Mijn eerste tip is om te kijken naar de aanwijzingen van de docent zelf. Dit is zo belangrijk en de docent geeft eigenlijk alles al aan wat er in de toets komt. Als jij gewoon goed oplet en luistert en kijkt, wat bedoelt de docent hiermee? Waarom legt hij dit uit? Waarom zou hij dit zeggen? Dan is het best wel belangrijk om dat te onthouden. Want misschien komt dat wel in de toets. En vaak komt het ook wel in de toets. Omdat zij al weten wat ze erin willen stoppen. Zij weten al, ik ga deze opdracht erin stoppen. Dit is belangrijk. En je moet nadenken over, wat moet er eigenlijk getoetst worden? Heb ik dit al gehad? En is dit minder belangrijk? Hoeveel kan je in één toets stoppen wat belangrijk is en wat we nog nieuw hebben gehad? Dus bijvoorbeeld bij wiskunde hadden wij eigenlijk alleen maar aanwijzingen. Wat komt er nou in? En uiteindelijk wist ik alle onderwerpen die erin kwamen. En dan schrijf je gewoon een lijstje op. En dan ga je daar heel goed in oefenen. En de rest laat je een beetje zitten. Want je weet toch al wat er in de toets gaat komen. En als je dit vaker oefent en luistert, kom je erachter wat belangrijk is en wat niet. En dan ga je dat gewoon knallen. En mijn tweede tip is om een timelapse te maken van tijdens het leren of je telefoon gewoon weg te leggen. Want de telefoon, die zorgt voor heel weinig concentratie. Dus ik zou die gewoon wegleggen. Maar je kan ook een timelapse maken en dan krijg je ook motivatie. Dus misschien is dat nog beter. Maar je zou bijvoorbeeld ook Study With Me doen. Maar mijn grootste tip is om gewoon je concentratie, als je gaat leren en een uur of anderhalf uur leren is super effectief. Als jij dat gewoon doet zonder afleidingen, zonder iets, dan heb je al heel veel geleerd in die dag. Terwijl als je 4 uur leert en je eigenlijk de helft van de tijd op je telefoon zit, je concentratie is sowieso ergens anders, dan leer je eigenlijk helemaal niks. Dus je kan beter heel effectief leren en weinig, maar wel gewoon goed inplannen wanneer je gaat leren. Dan kan je alsnog hele goede cijfers halen. En zeker op de middelbare valt het echt wel mee hoeveel stof het is. Dus als jij gewoon goed je best doet, effectief leert en tijd stopt, maar dat is mijn volgende tip, in de vakken die jij moeilijk vindt. Dus niet bij een examen van Nederlands. Ineens gewoon Nederlands heel veel gaan oefenen. En ik heb dan een 8, een 9. Maar ja, je laat jezelf zien dat je het goed kan. Natuurlijk kan je het goed. Maar wat nou met wiskunde of zo? Ja, die ga je minder doen omdat je dan geen vertrouwen daarin hebt. Maar je moet juist alle tijd stoppen in waar je niet goed in bent. Dat heb ik geleerd. Je moet alle tijd stoppen die, dat moet je goed onthouden om dat te doen. Want als je dat niet doet, dan ga je achterlopen op bepaalde vakken die je moeilijk vindt. En uiteindelijk bouw je zo'n grote achterstand op dat het best wel moeilijk is om nog terug te komen. En dan blijf je zitten. Dus focus op de vakken die belangrijk zijn. En mijn laatste tip, en ik denk dat dit wel de allerbelangrijkste tip is om YouTube video's te kijken en te leren met Active Recall en de Pomodoro techniek. Als je wil weten wat dit is, er komt misschien nog een video van, maar je kan het ook opzoeken. En je moet voor jezelf nagaan wat de beste techniek is voor jou om te leren. Bijvoorbeeld bij woordjes. Ik vind het fijn om niet via WRTS te leren, maar gewoon een plaatje over de andere woordjes te zetten en zo naar beneden te schuiven en in mijn hoofd te bedenken wat was het woord ook alweer. Als ik dit 7 of 6 keer doe, dat is best wel veel, maar dan ken ik ze wel allemaal en zo heb ik alle woordjes geleerd en zo leer je ze ook voor altijd. En daarna op het laatst 1 keer in WRTS bijvoorbeeld typen of ze even 1 keer te schrijven. Maar bij mij werkt overschrijven totaal niet. Als ik dat 3 keer doe, dan ken ik nog geen 1 woord. Dus je moet goed nagaan wat is nou echt mijn techniek, hoe leer ik het beste.
En als je dat achterhaalt, effectief leert, weet wat de docenten vragen en goede filmpjes opzoekt op YouTube. Als je iets niet snapt, dan ga jij zeker hele hoge cijfers halen. En ja, eigenlijk kan je niet anders dan hoge cijfers halen, tenzij je misschien op het verkeerde niveau zit, dat kan ook. Maar dat ligt weer aan iets anders. Maar als jij gewoon op het goede niveau zit en niet zo'n hele hoge cijfers haalt, dan kan je met deze technieken zeker hoge cijfers halen. Dus ik hoop dat jullie iets gehad hebben aan deze video. En ja, vergeet natuurlijk niet te abonneren en te liken, want dat helpt enorm. En join onze leeromgeving, want daar kan je vragen stellen per vak. Wat heel handig is. Dus je kan aan andere leerlingen vragen, oh, ik snap dit niet van wiskunde. Je kan met mensen leren, dit zorgt voor concentratie. Dan kan je zeggen tegen elkaar, oké, we gaan nu 25 minuten leren en dan 5 minuten pauze. De Pomodoro techniek is dat, maar ja, dat kan je opzoeken. Ja, dus dan kan je samen leren en samen praten tijdens de pauzes. En neem ook water, drink genoeg water tijdens het leren en ja, zorg gewoon dat wanneer je moet leren, dat je dan ook echt gaat leren en niet iets anders gaat doen. Zodat je daarna wel wat kan doen wat je leuk vindt. Anders blijf je de hele dag in die leermodus. Ik moet nog leren, ik moet nog leren. En dat heb ik zo vaak gehad. Dan moet je echt voor uitzetten en goed inplannen. Wanneer ga ik leren? En doe dat ook. En ik hoop dat jullie dan iets aan de video hebben gehad. En dan zie ik jullie in de volgende video.